Hallo allemaal, ben ik weer met een filmpje. Dit keer is het een BCBM. Ik heb zoals gezegd in mijn vorige filmpje een paar pakketjes moeten openmaken om te zien wat het was. En dit is mijn BCBM, dit komt van Marktplaats. Ik heb, even kijken, deze erbij gekregen als een extra, heel vet. Zo'n 3D pincer, zo'n 3D kaart. En dit is de Series 1, dus dat is de eerste, dat is echt heel vet. Ik heb er nog geen één van. Ik heb wel volgens mij 4 of 5 van deze kaarsjes. Maar deze pincer die beweegt dus heen en weer. En dit is echt een hele toffe BCBM. Want ik heb deze twee kaartjes. Even kijken hoor. Het zijn er twee. Ik probeer ze niet te beschadigen. En zo. Een Electrobus EX van EX Emerald. En dit heb ik gekocht voor 3 euro. Hij is helemaal mint. Echt helemaal mint. En de beste kaart is, die was ook 3 euro. Mewtwo EX. Echt heel vet. Hij is helemaal mint. En heel mooi. Geen krasjes op de glitterdelen. Geen krasjes op de holo. En hij is echt ontzettend vet. Dus ik ben er ontzettend blij mee. Dit zijn mijn eerste echte EX kaarten van de oude series. Dus dat is heel fijn. En ik ga dit in mijn verzameling doen. Gelijk in een hoesje stoppen zometeen. Heel vet. Ik heb nog een BCBM voor jullie. Oh, sorry. Er zat nog wat in het pakketje. Helemaal vergeten. De Dark Persian. Die zit er ook nog bij. Ook volgens mij voor 1,50 heb ik hem gekocht, ja. En deze is de Blackstar promo. Die had ik nog nodig voor mijn promo-verzameling. En wat er bij deze kaart heel vet is, je ziet de Persian, maar je ziet aan de op de achtergrond gezicht van Giovanni, de trainer van Persian. Dus dat is echt heel vet. En deze kaart is ook helemaal mint. Ongelooflijk. Van Marktplaats, geen ene kras op de holo. En ik vind het een ontzettend mooie kaart. Even focussen voor de mooie Persian. Zo. Hele mooie Dark Persian. En we gaan weer verder. En deze komt uit het buitenland. Die heb ik niet opengemaakt, want ik wist wel dat ik geen trades heb lopen in het buitenland. Dus ik heb hem bewaard. Ik weet alleen niet waar het vandaan komt. Oh, oh grappig. Ze doen tegenwoordig overal van die stickers bij. Of van die 3D kaartjes. Leuk. En ik ben benieuwd wat dit is. Oh, vet. Laat het jullie zo zien. Even de plakband eraf. En dit is wat ik gekocht heb. Een Vaporeon Holo van de POP 3 serie. De serie wat ik opengemaakt heb op YouTube. 10 pakjes had ik ervan. En ik heb hem op YouTube opengemaakt. Maar ik had er geen één holo uit. Dus ik heb deze nog erbij besteld. Deze kaart had ik sowieso niet. Maar deze vond ik zo mooi. En dit komt van eBay. En als ik me niet vergis, heeft deze mij 1,50 euro of zo gekost. En hij is echt ontzettend mooi. Ik vind het jammer dat de camera niet focust. Even het hoesje eraf halen. Misschien doet hij het dan wel. Zo. Echt ontzettend mooie kaart. Hele mooie Vaporeon. Eigenlijk van de Eevee Evoluties vind ik Vaporeon heel mooi. En Flareon vind ik echt de twee mooiste evoluties. Hele mooie kaart. Helemaal goed. Goede conditie. Mint. Dus ik ben er blij mee. Nou, bedankt voor het kijken. Sorry voor het lange filmpje. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer weer. Doei doei!